Op basisschool De Starter waren de kinderen vandaag, net als op veel andere scholen in Nederland, hard aan het zwoegen op de CITO-toets. Deze test is belangrijk voor de keuze van de vervolgschool. Toch gaat men op De Starter relaxed met deze toets om. Dit om te zorgen dat de kinderen zich niet onnodig nerveus maken. Hier weten de kinderen bijna allemaal wel waar ze naartoe gaan. Ik heb ze al anderhalf jaar in de klas en ik heb ontzettend die druk eraf willen halen. Dat ze niet zo zenuwachtig waren en dat alles wel goed komt. Dus of de CITO-toets heel belangrijk is, denk het wel in de zin dat je ook kan bevestigen of het goed is gegaan. De kinderen op de Daltonschool waren na een paar uren hard werken niet ontevreden met het verloop van de toets. Al zijn er altijd onderdelen aan de CITO-toets die kinderen moeilijk vinden. Hoe ging de CITO-toets? Nou, volgens mij best goed. Ja, ik vond taal niet zo moeilijk of zo, maar wereldoriëntatie juist wel. Wat was er dan zo moeilijk aan? Nou, dat biologie gedoe en zo, daar snap ik helemaal niks van. Nou, er waren allemaal vragen over vogels en zo en daar heb ik helemaal geen verstand van. Was je ook zenuwachtig voor de CITO-toets? Ja, best wel. En waarom was je zenuwachtig dan? Ja, gewoon iedereen zegt dat het een heleboel bepaalt en zo, maar dat is misschien niet zo, maar toch. De toets bepaalt niet volledig voor welk onderwijs het kind geschikt is. Als een leerling de test tegen de verwachting in slecht maakt, wordt hier rekening mee gehouden. Het kan zijn dat ze een pechdag hebben gehad en de score ontzettend beneden het niveau is. Dan zeggen we ook van ja, zo, dit ben jij niet. En het kan ook wel eens andersom gebeuren. En dan is het leuk. Is het ook belangrijk om CITO-toets goed te maken, denk je? Nou, belangrijk wel op zich. Want het is goed als je hem goed maakt, maar niet heel erg bepalend voor wat je daarna gaat doen of zo. Nee, waarom niet dan? Omdat het misschien, stel je hebt even niet een goede dag. Als je dan heel slecht maakt, dat betekent niet meteen dat je ook naar een school gaat die eigenlijk toch niet goed voor jou aan het doen is, zeg maar.